Onze vijfde en laatste editie van onze kinderhuizenserie gaat over Stichting Lotjeshuis aan de Metaalstraat. Het kinderhuis met een capaciteit van 35 kinderen biedt nu onderdak aan 19 kinderen. Directeur Anita Willems zegt dat het tehuis valt en staat met donaties. Stichting Lotjeshuis vangt ondervoeden en verwaarloosde kinderen op, die binnenkomen via het bureau familierechtelijke zaken of via de politie. Stichting Lotjeshuis kent vaste donateurs die iedere maand helpen, zegt Willems. Binnen- en buitenland gelukkig, maar ook veel van het binnenland. Ik bedoel dat echt in Suriname, hè? Maar ook buiten. Ja. Ook vaste hier in Suriname, maar ook buiten. Maar het is never nooit te veel. We zijn juist dankbaar dat de donateurs aan ons denken. En daardoor kunnen we Lotjeshuis nu 56 jaar draaiende houden. We hebben gemerkt dat de plek pas geschilderd is. Hoe staat het daarmee? Ook donatie. Een donateur die dat is dan iemand uit het buitenland die langs geweest is en dat zelf constateren. Want het was helemaal verkleurd. En hij heeft toen inderdaad geofferd van dan gaan wij dit voor jullie als donatie doen. En het is een maandje of twee terug, ongeveer drie, dat hij inderdaad opnieuw geschilderd is. In vergelijking met andere kinderhuizen krijgt Lotjeshuis wel een bijdrage vanuit de overheid. Laat de directeur weten. Echter omschrijft ze deze bijdrage als een druppel op een hete plaat. De subsidie van de overheid is net genoeg voor één maand. Het tehuis heeft moeite met het uitbetalen van haar werknemers, maar de grootste uitdaging ligt bij de aanschaf van huishoudartikelen. Het meest rollen we met een huishoudartikelen. Bijvoorbeeld, zoveel keer per dag wordt er een schoongemaakt met schoonmaakmiddelen, steriel gehouden, zeker de babykamer. Dus het gaat echt heel hard met dweilmiddelen, chloor en dat soort artikelen. Ook dagelijks dingen zoals voeding voor de baby. Want hij wordt wel getrakteerd voor de iets grotere kinderen die kunnen kauwen en slikken. Maar we hebben ook baby's van 6 maanden bijvoorbeeld. Die drinken nog pap en af en toe geprakt. Dus we beginnen daar te oefenen daarmee. En afwasmiddelen, de dagelijkse dingen moet je aan denken. Dan pasta voor de kinderen, padschuim, dat soort artikelen. Gezien de economische situatie in het land is het tehuis genoodzaakt nog strakker te budgetteren. Moeilijker, ja, want de spullen zijn, benzine is duurder, alles is duurder geworden. Dus in plaats van dat je er binnen 3 tellen zegt van ja, ga maar 1000 SAD tanken, denk je er nu een paar keer over naar waar gaan we naartoe. Want die kinderen worden ook door ons vervoerd naar hun fysio of hun school of hun van alles en nog wat. En dingen worden opgehaald met het busje. En daar gaan we nu echt streng daarnaar kijken van beter, van wat doen we voor deze week met die kinderen. Zijn ze vrij? Hebben we minder benzine nodig? Moeten ze naar school? Dus daar wordt nu wel naar gekeken, ja. En daarvoor iets minder. Willems doet een beroep op de samenleving om te blijven doneren. Het is door de giften uit de samenleving dat het Lotjeshuis het hoofd boven water kan houden.